heb een echt speciale band met boeken. Dus het is niet alleen mijn liefde voor boeken, maar ja, het is een beetje meer. Ja. Het is van mijn kindertijd. Was ik ja, niet zo'n sociaal kind of zo. Ik had niet zoveel vrienden, maar ik had boeken. Dus ja, het begint misschien toen ik 10 of 11 jaar oud was, dat ik serieus met lezen was begonnen. Dus dat is een lange tijd. Ik kan het zeker aanraden aan andere mensen om, om deel te nemen in een soort dit project of andere projecten. Die bijvoorbeeld andere anderstaligen als deelnemers hebben. Want het is belangrijk dat je je eigen sociale netwerk kan opbouwen in een in België, in een misschien een vreemd land, misschien het is niet jouw vaderland of je moederland of zo. En ja, het is leuk om andere mensen te ontmoeten, want het is niet zo gemakkelijk in België. Is dat bij Margaret Atwood? Ja, ik heb twee boeken van haar gelezen. En dan, Funny van het Cynical World. Ik heb nooit gehoord. Jen Minkman. En Claire North, de eerste 15 levens van Harry Post. Margaret Atwood is een schrijfster. Die ook in het Engels moeilijk is om te begrijpen. Dus in het Nederlands, dat was dat was een beetje te veel voor mij. En het andere boek was ook interessant. En dat staat nu op mijn wishlist om te lezen. Okay, en voor welke boek heb je gekozen en waarom? Dat is het boek Koning van het Sintelwoud. De twee eenvoudige redenen waarom ik voor deze boek heb gekozen. Het is mijn Nederlands niveau niet zo moeilijk om te lezen. En dus de tweede reden is dat het fantasy is. De andere waren ook fantasy, maar niet zoals dit boek. Dit boek gaat echt over magie en mysterieuze personages en mythologie en zo. Het is een beetje echt fantasy. Ik heb geleerd dat boeken een echt impact kunnen hebben op mensen, op hun leven en zo. Het is niet alleen ik een speciale band met boeken heb, maar er zijn andere mensen ook. En ik heb ook geleerd dat creativiteit kan van iedereen komen. Het is niet als dat je artistiek bent, dat je creatief bent en andere mensen niet. Dat werkt niet zo. Het is heel leuk om te zien dat andere mensen ook andere ideeën hebben, andere perspectieven hebben over gewone dingen, maar ook verhalen en zo. Een gevoel van blijdschap ging door Vesna heen. Alles kon, alles was mogelijk. Hun toekomst was een lege bladzijde en ze konden er alles op schrijven wat ze wilden. Vrije wil was een kostbaar goed. De mensen beseften niet hoe kostbaar precies.